Giovanni Ferrero, de zoon van Michele Ferrero, de multimiljardair en uitvinder van de Nutella, wordt ook wel eens de grootste drugsdealer van het Vrije Westen genoemd. In een pot van 400 gram van zijn chocopasta zitten 227,5 gram suiker. 75 klontjes dus. Kinderen zijn er gek op en worden van klein af verslaafd aan die zoetigheid en krijgen suikerdrang. Ook zijn kindersurprise-eieren bevatten meer dan de helft van een 20 gram aan suiker. En ze omhullen voortaan een bijkomende verrassing bovenop zo'n minimannetje of een Lilliputters speelgoedje binnenin. Ze zijn namelijk besmet met salmonella. Enfin, toch, die partijen kindersurprise, chocobons en kinderminis met vervaldatum tot september. Sprint naar de kinderkamer en grits die rood-witte lekkernij uit hun handen. Mama heeft eitjes gekocht van een stoute kip en mama brengt ze terug naar de boer en mama wil alleen nog eitjes van brave kippen. Want ja, deze ochtend botste ik in de supermarkt tegen een rood-witte muur aan met Ferrero-eitjes die, zo blijkt nu, een vervaldatum tot oktober hebben. Van twee kinderdingen één. Of de killer-exemplaren zijn in een recordtempo, in een moordtempo als u wil, daags na het persbericht vervangen, of de Ferrero-fabriek in Aarlen heeft de foute boel alleen naar de omringende Europese landen gestuurd, waar ze al 125 salmonella-gevallen gesignaleerd hebben. Wie zal het zeggen? Zijn we op ondertussen 20 inheemse gevallen na, oh surprise, aan deze chocoladedans ontsnapt? Of ligt het aan het simpele feit dat er in ons land geen meldingsplicht is voor salmonella? Bij Cienciano kijken ze de kat even uit de boom. Een staal van ouders met salmonella, met kinderen, met mensjes, met salmonella-klachtjes, zal bevraagd worden. Wat ze zoal gebikt hebben de laatste tijd en kwanshuis ook of ze fan zijn van Giovanni en zijn chocoladefabriek. Omdat we in 2016 al eens een salmonella-uitbraak gekend hebben, is er blijkbaar extra waakzaamheid. Maar alleen wat echte uien betreft. En dus moeten we het vooralsnog met de betreffende waarschuwing stellen, om er zeker van te zijn dat de eventuele aanwezige salmonella-bacteriën dood zijn, moeten we de kindereitjes minimaal 6 minuten koken of bakken tot ze geheel gestold zijn. Eerst natuurlijk de rood-witte aluminiumomhulling verwijderen.